Het is net 8 uur geweest. De televisie uit. LOK Radio aan. Dick heeft ze weer voor je klaarstaan. De klassiekers van toen en de hits van vandaag. Dit is Decennium Dick. Knippenijssel, hele goede avond en hartelijk welkom op deze donderdagavond, de 9e van maart, bij Decennium Dick op LOK Radio. Met vanavond aandacht voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart. Dan gaat het allemaal gebeuren. Mogen we het rode potlood weer ter hand nemen en vanavond van 3 verschillende partijen politici aanwezig. D66 en water natuurlijk, zo zeg je het goed toch? Arjan Nederman, Marco Oosterwijk namens de SGP en namens de VVD, Cor Habben Jansen. En zometeen gaan we eerst even van ze horen wie ze zijn, wat ze gaan doen. En gaan ze gewoon zichzelf eerst even voorstellen. U luistert dus tot 9 uur vanavond naar een politiek getinte uitzending van Decennium Dick. Beginnen we eerst even bij de enige niet-krimpenaar van ons allemaal vanavond. En uit Stolwijk is vanavond komen aanrijden Cor Habben Jansen van de VVD. Cor, goedenavond. Goedenavond. Welkom bij ons in de uitzending. Dankjewel. Dank voor de uitnodiging. De VVD die staat er goed voor. Als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou het de grootste partij worden in de Eerste Kamer. Nou, eerst zien dan geloven, hè? Even voor alle duidelijkheid. Bovendien, al die VVD-stemmers moeten wel naar het stembureau gaan om te gaan stemmen. En dat is altijd wel een puntje, denk ik. En zeker op het moment dat het goed lijkt te gaan, dan denkt iedereen van we blijven wel thuis, want het gaat wel goed. Dus ik zou iedereen willen oproepen om toch te gaan stemmen, ook als je niet VVD stemt. En waarom vindt u het dan belangrijk dat we allemaal gaan stemmen? Nou, omdat wij toch een democratie zijn. En democratie kan je alleen maar sterk houden als voldoende mensen belangstelling voor die democratie hebben en voldoende mensen gaan stemmen. Dan heb je voldoende draagvlak om besluiten te nemen. En hoe bent u bij de VVD terechtgekomen? Ja, dat is historisch altijd al een liberale inslag gehad. Ik vond altijd wel de vrijheid van mensen belangrijk daarin. Vrijheid van keuze. Vrijheid van om te denken en te doen wat je zelf goed acht binnen de grenzen van de wet. En zeker niet als je anderen gaat beschadigen. Dat moet je toch voorkomen. En dan kom je toch vrij snel bij de VVD terecht. En kunt u ook iets meer over uzelf vertellen? Ja, ik woon in Stolwijk, zoals je net aangaf. Ik ben rentmeester van beroep. Rentmeester? Rentmeester. Is dat? Ja, rentmeester is een beheerder van de landelijke vastgoed. Maar eigenlijk ben ik een specialist in grondverwerving, onteigening en planschades. Ik heb in mijn praktijk bijvoorbeeld de gronden verworven voor de vijfde startbaan van Schiphol. Of de HSL-gronden. Of hier de N210, de verbreding van de N210 heb ik de onderhandelingen en de procedures gedaan om de gronden beschikbaar te hebben voor die infrastructuuraanleg. Dus daardoor ook dus mede ook extra extra aandacht en oog op voor de waterschaps. Ja, zeker. Ik heb ook veel dijkversterkingsprojecten gedaan. En ook herrichting van gebieden. Ik ben betrokken geweest bij het vijfde dorp bij Zuidplaspolder. En dat is ook al heel belangrijk als je gebiedsontwikkeling doet. Dat je heel veel aandacht hebt voor water en voor bodem. En dat je voldoende ruimte geeft aan het water. En voldoende mogelijkheid geeft, zullen we zeggen, dat het droog blijft. Maar dat je ook de gebiedsinrichting zo daaraan doet dat je hittestress voorkomt en dat soort zaken. En dat is wel heel belangrijk. En dat wordt steeds belangrijker. Gaan we straks nog veel meer over hebben. Maar goed, u bent dus de rentmeester. U bent, heeft gekozen voor de VVD. Vader of heeft u kinderen? Ja, ik ben vader met twee kinderen die al dit afgelopen jaar het huis uitgegaan zijn, moet ik eerlijk zeggen. Dus wij zijn een beetje, hoe noem je dat, ontheemd, geloof ik. Dat is ook een klein beetje wennen. Ik woon op het oude boerderij van mijn ouders. Mijn vader en moeder waren melkveehouders, kaasmakers en varkensboeren in Stolwijk. En dat heb ik wel overgenomen, maar zonder de koeien, moet ik eerlijk zeggen. En dat is prima vertoeven. Mooi, als het zo hard regent, dan is het wat minder overigens. Ja. Maar we hebben veel brede sloten daar. En als het ijs ligt, kunnen we ontzettend mooi schaatsen. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Cor, we spreken elkaar zo meteen verder over de plannen voor de verkiezingen voor het waterschap. Gaan we naar Marco Oosterwijk van de SGP. Marco, goedenavond. Ja, goedenavond, Dick. Kun je even eerst eens wat meer over jezelf vertellen? Ja, ik ben Marco Oosterwijk. Ik ben hier nu in mijn woonplaats, Krimpen aan de IJssel. Dus dat is ook weer lekker thuis nu. Ik ben in de Krimpense
politiek misschien wel wat bekend. Ben 4 jaar wethouder geweest in Krimpen aan de IJssel. En in de achterliggende 4 jaar in Ridderkerk, een klein stukje verderop. En nu kandidaat voor de SGP voor zowel Provinciale Staten als het Hoogheemlaatschap van Schieland en de Krimpen en Waard. En dat doe ik heel graag, want ik vind het ook heel belangrijk om mezelf in te zetten en in te blijven zetten voor het maatschappelijk belang. En hoezo dan nu voor alle twee de verkiezingen? Nou ja, goed, kijk, het een sluit het ander niet uit. En het is denk ik ook juist in de praktijk heel belangrijk en steeds belangrijker dat die verschillende overheidslagen, als je dat zo kan noemen, gemeenten, waterschappen, provincies, landelijke politiek, gewoon veel meer met elkaar samenwerken om die grote opgaven die er zijn, en er werden zojuist al een paar genoemd, hè, opgaven rondom water en rondom klimaat, goed op elkaar af te stemmen. Dan is het goed als je zeg maar, op beide lijsten gepositioneerd bent en daar ook je inbreng kunt hebben. En mooie verkiezingen die eraan aan gaan komen. Hoe ben je ooit bij de SGP terechtgekomen? Ja, dat is vooral een eigen keuze geweest. Ik hoop dat ook heel veel jongeren luisteren vanavond en denken van ja, stemmen komt eraan. Ik mag dat misschien voor de eerste keer doen en ik ga dat dan ook doen. Want dat is super belangrijk. En ik ben bij de SGP gekomen omdat ik een christelijke achtergrond heb. En ik het mooie van de SGP vind dat het niet zeg maar met de golvenbewegingen meegaat, maar echt gewoon een hele steady blik op de horizon heeft en vanuit een Bijbels kompas daarop richt. Heeft te maken met rentmeesterschap. Het woord viel juist ook al, ook een mooi woord. Dat betekent ook verantwoordelijkheid dragen, ook op de langere termijn. En dat spreekt me zeer aan. Hoe ziet verder je gezinssituatie eruit? Ja, ik ben heel gelukkig getrouwd met Annette. En ook een hele trotse vader van 3 kinderen, 2 jongens. Allemaal nog lekker thuis, zeg ik erbij. Van 20 en van 18. En een dochter van 10. Oké. Dankjewel Marco. Gaan we naar de buurman. Dat is Ariel Nederman van D66 en die andere partij Water Natuurlijk. Ja, dat klopt. Goedenavond. Goedenavond Arjan. Hallo. Voor de Krimpenaren ook een bekend gezicht uit de lokale politiek. Hoop ik. Ja, ook op dit moment niet actief in de lokale politiek. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En als je eenmaal behept bent met dat virus van het openbaar bestuur, dan blijft dat toch in je zitten. Ik zie mijn buurman dat beamen. Dat zit gewoon in het bloed. En ik vind het ontzettend leuk om nu ook eens op een andere manier, op een ander niveau bezig te zijn met het openbaar bestuur. Terwijl ik toch ook zowel Provinciale Staten als het waterschap natuurlijk ook een hele nadrukkelijke relatie met Krimpen hebben. Dus het is niet zo heel ver van huis. Dus, en wel heel leuk om op een andere manier daarmee bezig te zijn. En de volgende vraag zal dezelfde zijn als die je ervoor gesteld hebt. Dus waarom doe je dat dan? En waarom op 2 lijsten? Het spaart tijd, hè? Ik kan heel erg aansluiten bij wat Marco daarvan zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat partijen en bestuurslagen veel meer gaan samenwerken. En niet elkaars verlengde zijn. Er wordt te veel heen en weer gepingpongd. Van alle kanten. Dat is slecht om de huidige problemen op te lossen, want die zijn veel te groot. Het kan ook niet alleen door het Rijk, het kan niet alleen door de gemeente, het kan niet alleen door de provincie. Het zal echt op samenwerken van al die bestuurslagen komen. En daar schort het nogal aan op een groot aantal fronten. Dus belangrijk om je daarvoor in te zetten. Democratie, ja, ik ben van Democraten 66, dus democratie hoef ik niet uit te leggen, denk ik, dat ik dat van belang vind. En ik vind het ook heel erg belangrijk. Ik vind het belangrijk dat mensen hun stemrecht gebruiken. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Omdat je dan ook als bestuur kunt zeggen, ik heb ook een mandaat meegekregen om echt iets te doen. Dus ik sta hier niet namens een minderheid van de mensen te praten, maar ik sta hier met elkaar, hè, met de verschillende partijen die hier vertegenwoordigd zijn, vertegenwoordigen wij gewoon de meerderheid van het gebied waar we voor staan. Dat is denk ik democratisch een heel belangrijk principe. En daarvoor is het heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Prachtig, mooi gezegd. En hoe zit het verder met jouw privé? Met mijn gezin. Ook ik ben al een hele tijd getrouwd met Marleen.
Sinds 1985, reken maar uit. Ik heb twee dochters. De jongste dochter was gisteren jarig, vertelde ik net. Op Vrouwendag. Vindt ze zelf trouwens helemaal niet leuk dat ze op Vrouwendag jarig is. Dus dat is mijn Vrouwendag moet ik dan delen met alle vrouwen in de wereld. Dat vindt ze dan toch wel een beetje lastig. Ja. Maar ze is 28 geworden, is de jongste. De oudste is 31, die woont niet meer thuis. De jongste woont wel thuis. Die heeft nog een laatste stukje studie te doen. En ze heeft sinds januari een baan in Den Haag. En vliegt het nog even aan vanuit Krimpen. Want in Krimpen kan ze in ieder geval nog bij pa en ma wonen. En in Den Haag een woning bemachtigen. Dat is niet een eenvoudig klusje. Dat is wel een ambitie van haar. Maar dat zal voor de verkiezingen niet opgelost zijn. Daar ligt ook een stukje ambitie voor de provincie, denk ik. Hè? Om zoveel mogelijk huizen weer te gaan bouwen. Zeker. Ja. Zeker. Goed, Mark Oosterwijk, waarom moeten we eigenlijk allemaal gaan stemmen volgende week? Nou ja, goed, ik denk dat het inderdaad met zoveel woorden al gezegd is. Zojuist heb ik daar ook een heldere oproep op gedaan. Kijk, het is niet zo als je niet stemt dat je niet meer belangrijk bent of niet mee mag praten. Dat hoor ik wel eens, maar dat is natuurlijk echt niet zo. Want we hebben met elkaar ook als politiek echt een hele stevige verantwoordelijkheid om beter aanspreekbaar te zijn, zeg maar, voor onze kiezers van nu en van straks. En daar schort het natuurlijk nog wel eens een klein beetje aan. En het is overigens een van de redenen waarom ik ooit de politiek ingegaan ben. Namelijk beter er zijn dan voor de inwoners, de stemmers, dan nou ja, nogal eens een keer het geval is. En als je dus gaat stemmen en je daarmee zeg maar ook mandaat meegeeft aan degene die namens jou in een bestuur zit, of dat nou een waterschap is of een provinciale staat of in een gemeenteraad, is natuurlijk ook gewoon heel erg van belang. Dan heb je denk ik ook op een hele rechtstreekse manier input gegeven aan datgene wat we met elkaar hier te doen hebben in het land en in de polder en in de wijken. En nou ja, ik zou zeggen, geef dus ook je stem mee aan degene voor wie jij vindt dat je stem moet worden uitgebracht. En laat het alsjeblieft ook niet bij één keer in de vier jaar, zeg ik er maar gelijk achteraan. Want we zijn denk ik allemaal, of nou van de VVD, D66 of SGP ChristenUnie is, want ik zit voor beide lijsten richting het waterschap. We zijn allemaal partijen die denk ik onze deur ook in de vier jaar die komen gaat graag open hebben staan om te horen, te luisteren en er ook wat mee te doen. Cor, ik ben net iets vergeten te vragen, want je bent niet alleen rentmeester, je hebt ook nog een part-time andere baan. Ja, ik ben sinds een jaar ben ik ook hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Schielend en de Krimpenerwaard. Dat betekent dat ik dagelijks bestuurder ben bij het waterschap. Vergelijk me met een wethouder bij een gemeente. Alleen wij zijn part-time bestuurders. Ik doe het 3 dagen in de week. En 2 dagen in de week ben ik dan niet rentmeester, zoals ik noemde. Hoe is dat dan om dat soort werk voor het waterschap te doen? Nou, het is heel boeiend. Ik heb waterveiligheid bijvoorbeeld in mijn portefeuille. Dus ik ben verantwoordelijk voor de dijkversterking van de Hollandse IJssel. Dat kijk wat vaak genoemd wordt. Ja, dan kom je toch heel erg bezig met echt uitvoeringszaken. Dat is interessant. Maar je bent ook bezig met de structuur eromheen. De wethouders, de gedeputeerden en soms ook bij de minister. Om toch geld voor elkaar te krijgen. Om de zaken te bepleiten. En ook om samen op te trekken om dingen voor elkaar te krijgen. Zoals in Zuidplas, het vijfde dorp, waar we als waterschap nadrukkelijk bij betrokken zijn. Om die woningbouw, wat je er ook van vindt, bouw een diepste puntje. Maar als je gaat bouwen, moet je het wel heel goed doen en ook rekening houden met water. En daar ben je direct bij betrokken. Ja, dat is echt boeiend. Een hele interessante discussie ook deze week in de media en de sociale media ook. Eventueel verblijfsrecreatie in de Krimpenerhout. Daar weten we dan vast ook iets meer over. Ja, kijk, dat is iets van meer van de gemeente. Dat is niet zozeer van het waterschap, verblijfsrecreatie. Wij zeggen altijd bij waterschap, als men wil recreëren op het water, prima. Maar het zijn wel koppelkansen waar ook de deel van de financiën voor het realiseren van de recreatie bij die andere partijen vandaan moeten komen. Dus in die geest bijvoorbeeld de Krimpen en IJssel daarin. Waarom zouden we op de VVD moeten stemmen? Wat zijn jullie van plan of op het gebied van de waterschappen? Nou, de VVD is de partij voor de waterveiligheid. Ik heb ook aangegeven in mijn stelling 3 keer. We zijn voor de waterveiligheid vanuit zee of tegen het water van zee, tegen de rivieren en tegen van boven. Wij zijn voor betaalbare lasten voor iedereen. Maar wij zijn ook met name de partij, zullen we zeggen, om de integratie van gebiedsontwikkelingen, van nieuwe plannen, zullen we zeggen, ook de reconstructie van de Krimpenerwaard in het kader van de Veenweide-discussie vorm te geven. Meer dan andere partijen daarin.
En op welke manier zijn jullie daar dan anders mee bezig dan de andere partijen? Nou, we zijn echt een bestuurderspartij. Wij zeggen van we moeten houden bij de kerntaken. Maar die kerntaken moeten we echt nadrukkelijk uitventen. Niet allerlei andere feestjes, zoals die recreatie, wat u net noemde, zomaar zeggen, als naar het waterschap toetrekken. Dat is echt iets van de gemeente. Maar wij kunnen ondersteunend zijn daarin. En dat is zeg maar het verschil met vele andere partijen in dat soort zaken. En wat doet dan het waterschap eigenlijk? Want dat is ook soms iets wat niet voor iedereen zomaar duidelijk is. Nou, wij hebben drie belangrijke hoofdtaken. Eén, we zorgen voor de waterveiligheid. Dus we zorgen dat de dijken op hoogte zijn, sterk genoeg zijn, de kaders sterk genoeg zijn. Wij zorgen voor de pijlen. Wij proberen een evenwichtig pijlbeheer te hebben, zullen we zeggen, zodat het water op een goede manier weggaat. Dus de slootwaterpeil op een goede manier blijft bestaan, zodat de boeren kunnen boeren, maar dat ook de huiseigenaren voldoende water hebben, zonder dat houten palen onder water komen te staan en gaan rotten. En de derde taak is de waterzuivering. De zuiveringsinstallaties zijn voor ons. Wij moeten zorg dragen dat het water van ons, wat voor ons allemaal is, de afvalwater, dat het op voldoende manier gezuiverd is. En we proberen daar ook bijvoorbeeld energie uit te halen en ook op lange termijn, dat is in de toekomst overigens, proberen in samenwerking met private partijen ook om reststoffen eruit te halen. Zodat we ook recycling gaan doen. Maar wel in het kader van een privaat initiatief, zullen we zeggen, daarin. Ja, want daar ligt eigenlijk ook een stukje uitdaging. Want daar letten we eigenlijk steeds minder goed op. Heb ik wel eens het idee. Op nou wat ja, allemaal... kijk, we hebben natuurlijk een veranderende machtspolitiek in de wereld, zullen we zeggen, daarin. Kijk, grondstoffendiscussies worden steeds belangrijker. Ook energiedoelstellingen worden steeds belangrijker. Wij hebben natuurlijk bijvoorbeeld in Capelle Tremisto opgericht bij onze waterzuivering. Daar proberen we energie uit de afvalstromen te halen. En dat soort initiatieven gaan steeds meer. En wij vinden als VVD dat we dat ook wel moeten stimuleren. Maar het moet wel echt ook vanuit private kant komen. Dus het moeten ook bedrijven zijn, start-ups, die ook de gelegenheid moeten geven om daar te kunnen investeren erin. Oké. Okay. Dank u wel voor de toelichting. En nog veel nog belangrijke punten uit het VVD-programma voor het waterschap? Ja, heel veel moet ik ook zeggen. Dus waterzuivering, pijlen. We moeten echt goed nadenken over de pijlen. Wateropvang. Iedereen wil heel veel waterplassen voor wateropvang gaan creëren. Ik zeg altijd van, nou, daar moeten we heel zuinig mee zijn. Maar we moeten juist zorgen dat we wel wateropvang hebben. Maar die moeten we zo snel mogelijk in de ondergrond brengen. Dat vergeten heel veel partijen. Die willen gewoon, zoals bijvoorbeeld de Zevenhuizenplas, dat soort creaties doen. En daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Onze hoeveelheid oppervlakte in Zuid-Holland is heel beperkt. En daar kan je niet zomaar grote plassen aanleggen. Dus je moet heel snel zorg dragen dat je het water opvangt, maar je ondergrond inbrengt. Net zoals eigenlijk met warmtepompen. Die doen het ook vaak met de ondergrond. Stijging van het zeeniveau? Ja, stijging van het zeeniveau is een punt. Tot 2100 houden we rekening mee dat het ongeveer 60 centimeter tot 1,20 meter zal zijn. Het hangt er een beetje vanaf of we die klimaatadaptieve maatregelen natuurlijk kunnen uitvoeren. Dat we de hoeveelheid CO2 de komende 50 jaar toch kunnen verminderen. Daar is het natuurlijk wel heel erg van afhankelijk. Ik geloof niet in die apocalyptische verhalen dat de zeespiegel gewoon 6 meter stijgt. Dat lijkt me toch heel stug. Bovendien, wij kunnen heel slecht voorspellen over 100 jaar. Dan moeten we erg voorzichtig mee zijn om beleid op apocalyptische voorspellingen over 100 jaar te baseren. Oké, okay, dank u wel voor de toelichting. Gaan we naar Mark Oosterwijk van de SGP en de ChristenUnie. Waarom zouden we op jullie partij moeten stemmen? Ja, kijk, ik ben er niet zo van om te zeggen van, nou, je moet op mij stemmen omdat een aantal andere partijen het minder goed bedacht heeft. Ik vind dat ik vooral wil uitgaan van een aantal kernwaarden die voor de SGP en ChristenUnie van belang zijn. En kijk ik naar het waterschap, dan zijn er voor mij drie die eigenlijk denk ik wel met stip bovenaan staan. De eerste is waterveiligheid. Cor zei het zojuist ook al, het belang van droge voeten. En daarbij gewoon ook echt geen verdringing van die hele belangrijke kerntaak door andere zogenaamde prioriteiten. Die meer in de categorie van leuk en misschien ook wel nuttig zitten. Maar niet ten koste mogen gaan van die waterveiligheid. Dus waterveiligheid voorop in alle opzichten. En het tweede punt is dat je, denk ik, met de SGP ChristenUnie ook een hele heldere koers hebt ten aanzien van het klimaatvraagstuk. Het klimaatbestendig inrichting van steden, dorpen, maar ook het landelijk gebied. En als derde, en ik denk dat ik daar ook wel een hele dikke streep ook graag onder zet.
dat wij enorm veel belang hebben, hechten aan de toekomst voor de agrarische ondernemers. En er worden wel eens gezegd van, ja, in het Veenweidegebied, wat we ook in ons achterland hebben, zijn we eigenlijk naar een soort eindfase toe aan het gaan ten aanzien van landbouw. Nou, ik geloof daar niet in. Het is ook een kwestie van keuzes maken. Je kunt denk ik door juist bijvoorbeeld veel water op de juiste momenten in die bodem te brengen, hè, die daling van het landelijk gebied van die bodem tegengaan. En we staan daar pal voor. En daar moet wel het een en ander toch wel gaan gebeuren. Want soms hebben we te veel water, soms hebben we te weinig water. Dat is wel een uitdaging voor het waterschap. Ja, het gaat niet alleen over veel of weinig water, maar het gaat dus inderdaad ook over droogte, extreme droogte. En je ziet dat, zeg maar, het inrichten van nieuwe woonwijken bijvoorbeeld, alleen maar wat ons betreft op die manier kan, dat je er aan op de tekentafel al de goede oplossingen voor bedacht hebt. En dat je dat niet, zeg maar, doorschuift naar 10, 20, 30, 40, 50 jaar verder. Want A, zoveel tijd hebben we niet. En B, dan kost het vaak ook 2 of 3 keer zo duur. Of zoveel. En tegelijkertijd vraagt het ook, als het gaat om klimaat, gewoon een goed doordachte strategie in het landelijk gebied. Ik geloof er echt niet in dat wij de boeren toekomst van een punt moeten gaan voorzien vanwege het feit dat ons gebied stevig daalt. Die daling is er, maar er is ook veel tegen te doen. Cor had het net over wateropvang. Hè, dat we dat zoveel mogelijk toch ondergronds ergens moeten doen. Hoe ziet de SGP ChristenUnie dat? Nou ja, ik denk dat je daar een paar dingen op kunt zeggen. De eerste is van, het creëren van wateropvang aan de bovenkant, noem ik het maar, is helemaal niet raar of ingewikkeld. De Eendrachtspolder bijvoorbeeld, hè, is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Daar kunnen we met elkaar als overloopgebied volgens mij 4 miljoen kuub water in kwijt. Nou, dat is nog een beetje. Dat zal zeker niet voldoende zijn, maar het is ook een kwestie van en-en. Hè, ook inderdaad technieken verzinnen waardoor je dat water in de bodem sneller opvangt en ook kunt gebruiken op die momenten dat je het ook weer nodig hebt. Ik denk dat daar ook wijze lessen in liggen. Kijk je naar de droogte van de achterliggende jaren en de problematiek die zich niet alleen manifesteert in de rivieren, maar ook in de bodem zelf als het gaat om het watertekort. En dat je daar ook gewoon keuzes in moet maken is voor mij wel een heel heldere zaak. Oké. Okay. Corrie wil erop reageren. Ja, kijk, de Eendrachtspolder is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Maar het heeft wel heel veel boeren gekost. Hè. Die zijn natuurlijk allemaal uitgekocht. Ja. En dus je gaat het wel keuzes maken van, de SGP zegt van, ik ben voor de boeren. Maar de andere kant zegt maar, ik wil ook open passen hebben. Dus dat is toch een klein beetje in tegenspraak met elkaar. En dus daarom is mijn pleidooi ook, probeer dubbel ruimtegebruik te stimuleren. Probeer water op te vangen in onderlagen, zodat je oppervlaktewater van die grote plassen hoeft te creëren. Nou ja, kijk, laat ik daar vooral ook even geen woord in de mond gelegd krijgen. Ik heb het woord Eendrachtspolder gebruikt als een voorbeeld van het is er. Dus dat vervult op dat moment ook een functie. En ik heb daar vooral direct achteraan gezegd, het is en-en. En de waarde om bijvoorbeeld met verticale drainage, zeg maar, water in die bodem te krijgen, zodat je daar op het juiste moment ook gebruik van kunt maken. En bijvoorbeeld ook nog als bijvangst hebt dat die bodem niet sterker daalt dan nodig. Ja, dat zijn wat mij betreft technieken die nog onvoldoende gewaardeerd worden. En zelfs door partijen misschien ook wel aan de zijkant wordt geschoven onder het motto van, ja, we hebben een andere agenda. Ik hoor in ieder geval al een mooi discussiepunt om zo meteen over door te praten. Gaan we naar D66 water natuurlijk. Arjan Nederman. Ja, dat behoeft misschien even wat toelichting. Ja, waarom voor partijen, waarom D66 Water Natuurlijk? Water Natuurlijk is een echte waterschapspartij. Er zijn er niet zo heel veel. De meeste politieke partijen zoals VVD en SGP doen onder eigen titel mee aan onder andere waterschapsverkiezingen. Mag ik even onderbreken? Ik zag afgelopen zondag een uitzending, tenminste in ieder geval afgelopen week, een uitzending van Arjan Lubach. En die had het over het CDA, dat hij eigenlijk alle subpartijtjes in, ook met waterschapspartijtjes zat, maar dan in Limburg. Ja, maar dit is wel anders. Ja, dit zit wel echt heel anders in elkaar. Vertel. Waterschappen zijn vanuit hun kerntaak, wordt wel beschouwd als functioneel bestuur. Dus niet zozeer een politieke organisatie, maar vooral een functionele beheersorganisatie. Je moet gewoon zorgen voor waterveiligheid. Want als het over waterveiligheid gaat, dan maakt het niet uit voor wie je kiest. Ik ken geen enkele partij die deelneemt aan waterschapsverkiezingen die niet voor sterke dijken is. Dus dat is zo ongeveer wel wat we gemeen hebben met elkaar. D66 en GroenLinks doen niet zelfstandig mee aan de waterschapsverkiezingen en hebben in het verleden voor gekozen om een waterschap aan de wieg te staan van een waterschapspartij. Dat is Water Natuurlijk geworden. Dus je mag zeggen dat wij
dat de mensen van D66 en GroenLinks zich vertegenwoordigd mogen voelen en voelen door wat water natuurlijk uitstraalt. En wat is dat dan? Ja, naar de inhoud toe. En dat is denk ik ook met name waar we verschillen. Wij zijn op dit moment de grootste partij in ons hoogheemraadschap. Zitten ook in het college, samen met de VVD overigens. Dus veel kunnen wij daar ook samen in optrekken. En ook met de SGP. Dus in die zin is het jammer dat we niet ook wat andere geluiden vanavond aan tafel hebben. Maar wij zijn met name een partij die zeggen van wij zijn niet alleen een waterpartij, wij hebben ook met name aandacht voor de natuur. Je kan het water niet beheren zonder oog te hebben voor de natuur. Nou, als er iets belangrijk is op dit moment met stikstofcrisis, klimaatcrisis, noem maar op, voedselcrisis, dan kan het niet zonder aandacht voor die natuur. Daarom ook de pleidooi. Om meer samen op te trekken, omdat het beheer van die natuur voor een deel bij het Rijk ligt, voor een deel bij gemeentes ligt, voor een deel bij waterschappen ligt, voor een deel bij provincie ligt. Wij vinden dat het waterschap daar veel nadrukkelijker een rol in zou moeten spelen, veel nadrukkelijker een taak in zou moeten pakken. Dus ja, kerntaak is waterveiligheid en waterbeheer. Maar om een voorbeeld te noemen, als je het hebt over waterzuivering. Het waterschap richt zich op waterzuivering, maar het is natuurlijk veel beter om te zorgen dat al die afvalstoffen die nu geloosd worden in het drinkwater of in het water, die haalt het waterschap eruit. Maar het zou natuurlijk veel prettiger zijn als die stoffen er überhaupt niet in gegooid worden. Dat gebeurt nog volop door de industrie, maar ook door het boerenbedrijf. Dat is helemaal zo, er wordt heel veel, ook door particulieren. Denk even aan medicijnen hè, die door het toilet gespoeld worden. Dat is een groot probleem. Dat kun je dus als waterschap niet alleen oplossen. Dan kunnen wij heel veel tijd en moeite stoppen in het zuiveren van het afvalwater. Wij denken dat we ook veel meer moeten inzetten op samenwerking met andere overheden om te zorgen dat het water er niet ingestort wordt. PFAS is bijvoorbeeld zo'n stof. Die wordt geloosd op het water, ook bij ons in het gebied. Uitermate giftige en schadelijke stof. Wat je niet vervuilt, hoef je niet te zuiveren. Zo simpel is het. Dat is waar water natuurlijk zich echt sterk voor maakt. Dus zonder af te doen aan de dingen waar we het over eens zijn en die ook genoemd zijn. Hè, maar die zijn zeker belangrijk. Wij wonen hier tussen de dijken. Dus we hoeven denk ik de gemiddelde Krimpenaar niet uit te leggen hoe belangrijk het is om dat water te beheersen. In 1953 heeft het water hier ook door de straten gelopen. We hebben niet voor niks het eerste stukje, gaat het waterschap dan niet over, maar we hebben niet het eerste stukje deltawerken hier voor niks om de hoek liggen. Onze stormvloedkering. Wij leven met het water, maar natuur is onlosmakelijk een onderdeel daarvan. Ik denk dat dat ons, dus wij positioneren ons ook en richten ons ook op als de groene partij in het waterschap. Dat klinkt heel goed. Meer preventie. Wat vind je dan van het idee wat Cor net opperde? Om energie te halen uit de andere stoffen die in het water zitten? Nou, ik vind dat op zich helemaal niet zo verkeerd. Het is grappig dat de VVD zegt, vooral bij die kerntaak te willen blijven. Nou, energieopwekking is geen kerntaak van het waterschap. Maar ik ben blij met het feit dat we, zeg maar in de samenwerking die we gehad hebben de afgelopen jaren, blijkbaar toch ook wel, we zijn dan misschien klimaatdrammers, krijgen we wel eens te horen. Maar in ieder geval koersvast zijn, hè, want dat zijn we. Wij willen namelijk gewoon aandacht voor dat klimaat. Dat we andere partijen ook steeds vaker meekrijgen in de gedachte dat we dus een rol kunnen spelen, onder andere ook bij de energie, bij de energieoplossing. En water, oppervlaktewater, is daar absoluut een mogelijkheid van. Dus ja, zijn wij alleen maar voor. Ik ga even naar Cor. Cor, ik hoor net dat VVD misschien gezegd zou hebben klimaatdrammers. Nou, ik zou bij water natuurlijk eerder zeggen natuurdrammers. Maar dat is even een ander punt. Maar even een grapje overigens hoor. Maar ik hoor het even aan. Kijk, wij zijn zeker. Mag, vind je het goed, Ariel, als hij zo'n grapje maakt? Iedereen die mij kent, die weet dat ik van een grapje hou. En ik gebruik. Hij mag rustig even zijn punt maken. Dan maak ik dadelijk wel een grapje terug. Is goed.
Nee, ik hoor het even aan. Wij zijn zeker van de kerntaken. En ik vind ook niet dat wij ontzettend veel zelf moeten investeren, zullen we zeggen, in energieopwekking. Maar ik vind dat het waterschap faciliterend moet zijn om private partijen of andere initiatieven, zullen we zeggen, tot z'n recht te laten komen. En daar vind ik dat water natuurlijk wel eens wat makkelijk zeg maar de publieke taak naar voren brengt. En daar verschillen wij echt wel een beetje van mening over. Ja, klopt. Daar verschillen we van mening over. Omdat ik denk dat het waterschap een veel nadrukkelijker taak heeft. Zoveel kennis en verstand heeft van waterkwaliteit en waterbeheer. Dat het doodzonde is om dat niet goed in te zetten. Ja, maar, praat over het energieterugwinning. Ja, ja, maar dat geldt over de hele breedte van het werkveld. Dus onze pleidooi is meer integraliteit. Meer integraliteit tussen overheden. En dat betekent dat je dus soms, dan moet je dus niet beginnen met van dit is mijn terrein en daar gaan we verder niet overheen. En ik wil ook niet dat anderen op mijn terrein komen. De algemene discussie moet zijn, laten wij met andere partijen, en dat kunnen ook private partijen zijn, hè, voor de goede orde, maar ook andere overheden zijn, laten we gezamenlijk optrekken om de problemen op te lossen. Want de problemen zijn maatschappelijk. Sterker nog, ze zijn internationaal. Dus dat lossen we niet alleen maar op door bij onze kerntaken te blijven die er van oudsher zijn. Dus het een is niet per se strijdig met het ander. En waar dan precies de grens ligt, ja, dat is dan een kwestie van zoeken. En soms, kijk, als de ene kant op helt, dan moet de andere kant op hellen. En ja, in het verleden werden we klimaatdrammers genoemd. Tenminste, minister Jette is jarenlang versleten voor klimaatdrammer. En nu is toch een groot gedeelte van Nederland wel erg blij dat deze man minister van Nederland is en een goede ding doet. Dat zal ongetwijfeld niet voor iedereen gelden. Maar voor mij en voor ons is het wel een bewijs van het feit dat je soms wel even moet drammen om discussies los te krijgen. Want als je het aan bepaalde partijen overlaat, nogmaals, niet per se de partijen die hier aan tafel zitten, maar partijen ter rechterzijde, zeg maar. En echt aan de rechterzijde, die zeggen van, ah, klimaatcrisis, waar hebben we het over? Stikstof, hou op met dat dure klimaatbeleid. Ja, dat is niet de weg naar een oplossing. Stilstand is geen oplossing. Marco Oosterwijk. Nou ja, goed, ik denk dat we met elkaar ook gewoon moeten vaststellen dat op heel veel van die functies, heel veel, nou bijvoorbeeld slipzuivering is en het daar energie uit halen, dat is allemaal geen rocket science. Dat is gewoon een kwestie wat dat doen we al met elkaar. En dat kun je een klein beetje meer aan de markt overlaten. Dat kun je een klein beetje meer vanuit de private misschien, of juist vanuit de publieke. Nou, het zal wel. En even drammen overigens, dat vind ik helemaal niet erg. Als daarna het realisme ook maar weer toeslaat. Dan hebben we misschien met elkaar een klein stukje aan een zetje aan de discussie gegeven. Maar gaan we het daarna weer over hebben van hoe gaan we dan dingen ook bijvoorbeeld toekomstbestendig maken? En hoe voorkomen we nou bijvoorbeeld dat we alleen maar met korte termijn politiek bezig zijn, maar vooral ook die langere termijn met elkaar op het netvlies krijgen? En ja, dan vind ik het toch wel belangrijk om met elkaar ook te zeggen, de SGP is geen partij die zegt van, nou ja, elk vraagstuk wat zeg maar de agrarische sector bijvoorbeeld raakt, daar willen we niet over praten of dat ontkennen we of anderszins. Nee, ik denk dat we wel ook een gedegen partij zijn die ook op inhoud graag het gesprek wil voeren en blijven voeren. Maar dat we met elkaar ook wel zeggen van, ja mensen, je moet ook met elkaar de tijd kunnen vinden om een oplossing door te voeren die, ja, boeren niet zeg maar aan de dijk zet letterlijk en ze zeg maar qua het uitoefenen van hun bedrijf, wat ze soms al generaties doen, de nek omdraait. Maar dat je daar ook die transformatie een kans geeft. En als het zeg maar transformeren moet op functie, dat er ook een fatsoenlijk verdienmodel bij hoort. En dat we met elkaar ook bijvoorbeeld het natuurbeheer, wat nodig is als een boer niet meer op zijn land actief is, maar het overgelaten wordt aan de natuur, het natuurbeheer ook echt goed borgen. Zodat we niet zeg maar denken van, nou, dat doet die boer er nog wel een keertje bij voor een dubbeltje. Nee, daar zul je met elkaar dan ook echt het gesprek over moeten voeren. Maar dwang, wat vaak bij drammen hoort, dat is aan de SGP niet besteed. En soms lijkt het er wel eens een beetje op alsof het daar vooral wel naartoe gaat. En daar passen wij voor. Ja, even naar Cor, want je stak net ook al je vinger omhoog. Nou ja, ik hoor water natuurlijk heel pleidooi houden over natuur. En dat is ook heel belangrijk. Maar je moet wel nuchter zijn in die situatie. Wij gaan bijvoorbeeld in de Krimpenwaard 2250 hectare natuur aanleggen. In het kader van Natuurnetwerk Nederland. Maar dan hoor je de discussie altijd dat wij als waterschap onze eigen gronden ook natuur moeten inrichten. En dat zijn net dat ene meter bermpje waar we ontzettend veel geld moeten investeren om dat natuur te maken. Terwijl er 500 hectare bij in Berkenwoud
oude lichtstoppen zeggen waar natuur is. Dus daar moet je soms wel eens een goede afweging maken. En dat mis ik soms wel eens een beetje daarin. De tweede, samenwerking is goed, maar wees wel zakelijk in je samenwerking. Ik merk altijd heel veel dat als wij bijvoorbeeld waterproblemen voor gemeenten willen oplossen, dat gemeenten dat buitengewoon prettig vinden dat wij dan het ingenieursbureau taak gaan overnemen, die ze normaal gesproken zouden inhuren. Maar wij moeten daar voorzichtig van zijn, want dan gaan we ontzettend veel tijd en energie in ambtenaren steken, terwijl eigenlijk dat een taak van de gemeente is om die ingenieursbureau in te huren. Dus wij moeten wel zakelijk duidelijk aangeven wat de criteria zijn, wat het kader is waarbinnen ze moeten investeren. In woningbouw, maar ook in natuurterreinen en dat soort zaken. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van de gemeente of de provincie of het Rijk, zullen we zeggen, daarin. Dus je moet wel voorzichtig zijn met je rol, want anders ga je lasten gigantisch omhoog. Kan je een heel apparaat ambtenaren daar neerzetten. Ja, want dat was ook een onderdeel van de stelling die u had ingediend. Driemaal waterveiligheid tegen betaalbare lasten. Ja. Ja, vooral dat betaalbare, daar hebben we denk ik nog niet zo heel erg over gehad. Hoe houden we het dan betaalbaar? Nou ja, we houden het betaalbaar door zakelijk en goed met onze middelen om te gaan. Even waterveiligheid is bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Maar wij worden voor een deel gefinancierd. En als we dat niet goed oplossen, betalen wij erg veel zelf aan die waterveiligheid. Terwijl we aan de voorkant veel betere afspraken met het Rijk moeten maken. En dat kunnen we ook maken als we daar goede bestuurders voor hebben. Als we dus afspraken maken met het Rijk, zolang we daar goede bestuurders hebben. Ja. Die moet goed ingevoerd zijn. Ja, ja, precies. En wanneer is iemand dan volgens u een goede bestuurder? Die als hij een goed netwerk heeft en goed van de inhoud op de hoogte is, zullen we zeggen. En ik kan me ook, als ik dan even nadenk hè, over de bruggen en de tunnel, de Heinonoordtunnel bijvoorbeeld op de A29, Brienoordbrug, waar groot onderhoud ook dringend nodig aan is. De Haringbliebrug die deze zomer ongeveer helemaal uit de roulatie is. Het en de Brienenoord die over 2 jaar aan de slag gaat. Ja. Dus, maar dan kan ik me ook voorstellen dat er misschien ook wel waterwerken zijn die al op leeftijd zijn. En waar eigenlijk ook wat misschien achterstallig onderhoud is. Nou ja, wij gaan bijvoorbeeld vanuit ons dijkversterking Kijk, wordt er vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma 10 miljoen geïnvesteerd in de stormvloedkering hier aan Krimp en IJssel. Wij gaan de faalkans, de kans dat die faalt, verlagen van 1 op 200 naar 1 op 1500 daarin. En daar gaat 10 miljoen in om eventjes te doen. En die stormvloedkeringen zijn natuurlijk al van pakweg 1957. Precies. En dus in die geest gaan we ook investeren in, nou, ook in installaties en voorzieningen die al op enige leeftijd zijn. Ja, en dat kost ook, u zegt het al, alleen dat project alleen al iets van 10 miljoen. Ja. Dan zijn er ook nog her en der nog wat andere waterwerken, hè, die bijvoorbeeld zorgen dat het water vanuit de polder juist naar de rivier toe kan. Hoe staat dat met de leeftijd van deze techniek? Nou, ik weet niet welke techniek je het over hebt momenteel, maar als je kijkt naar de dijken, die dijken zijn natuurlijk al honderden jaren oud. Wij gaan het nu voor 300 miljoen investeren in de dijkversterking in Kijk. Om even iets te noemen. Ja, toch even als reactie. Ik kan het af en toe niet helemaal volgen. De VVD pleit aan de ene kant van waterschap blijft bij je kerntaken en bemoei je niet te veel met andere dingen. Dan volgt dat op een van en vooral niet te veel natuurdrammen of klimaatdrammen. Hoewel dat volgens mij ook echt onderdeel van die kerntaak van een waterschap is. Maar dat even daar gelaten. Dan gaat het over van ja, wij voeren ook wel weer dingetjes uit voor het Rijk. En daar moeten we dan weer geld voor hebben. Ik haal daar vooral uit van de problematiek is groter dan van één bestuurslaag. En de bestuurslagen die we hebben, die zijn organisch gegroeid in de loop van eeuwen. De wereld verandert om ons heen. Laten we met elkaar, als het nou over pragmatiek gaat, laten we nou zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten. Wat zouden we al niet winnen als overheden niet in elkaars weg zouden zitten en elkaar zouden aanvullen. Dus in een gelijk tempo dezelfde problemen aanpakken. Dan zou volgens mij dat efficiënter dan dat kun je het volgens mij niet organiseren en niet krijgen. En wie dan precies wat doet, dan zou ik zeggen sluit aan daar waar de kennis zit. Het pleidooi
Deskundige bestuurders, dat onderschrijf ik. Maar vind ik wel een beetje een vreemd verhaal van de VVD, die al 12 jaar aan de macht is in Nederland. Ook in de provincie al jarenlang meedraait in coalities. Ik bedoel, dan hebt u toch ook wel voldoende tijd gehad als VVD om te zorgen dat daar kwalitatief goede bestuurders zitten. Volgens mij zit niet het probleem per se in het feit dat we geen goede bestuurders hebben, maar meer dat we bestuurders hebben die te veel op hun eigen eilandje zitten, op hun eigen terp, op hun eigen dijk, noem het zoals je het noemen wil. Kom daar een beetje vanaf. Dit is algemene problematiek. Laten we het in zijn totaliteit aan laten pakken door de overheidslaag die daar het best voor geëquipeerd is. En dat zal van geval tot geval verschillen. En dan doen we het net even anders qua taakverdeling. Bedrijven doen niet anders dan dat. Waarom kan de overheid dat niet? Marco Oosterwijk. Nou ja, goed. Ik ga zelfs nog een stapje verder. Want niet elkaar in de weg gaan zitten, dat is nogal passief. Ik zou zeggen, zoek nou juist heel adequaat die samenwerking op. Toen ik hier wethouder in Krimpen was, was het een appeltje-eitje bij wijze van spreken om met het hoogheemraadschap om de tafel te gaan zitten als het gaat om het project Kijk. Ja, want dan gaat het niet alleen over een dijkversterking, maar dan gaat het ook over van hoe kunnen we die fietsveiligheid nou eens een keer een goede slinger geven de goede kant op. En is het nou van de gemeente of is het van het waterschap? Uiteindelijk gaat het om dat je niet van je sokken gereden wordt op je fiets. Nou, dat is bijvoorbeeld een punt. En wie het dan uiteindelijk betaalt, dat is dan even een tweede. En dan ben ik er ook wel van overtuigd dat als een gemeente, zeg maar, uiteindelijk de eerst dichter bij je overheid is, dat die in beginsel ook aanspreekbaar is op bijvoorbeeld zo'n fietsveiligheidsvraagstuk. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het gaat ook over fietsinfrastructuur door de polder heen. Hoe doe je dat op een slimme manier? Het gaat erover van inderdaad, waar doe je het functionele beheer van een dijklichaam, van maaien en dergelijke. Ook om die kosten betaalbaar te houden, moet je volgens mij veel beter samenwerken dan nu het geval is. En ik denk dat er echt nog een hele wereld te winnen is op dat punt. Ja, Marjan, misschien toch deze even, water natuurlijk. Ja, ik vind, ik hoor eigenlijk, het komt niet zo vaak voor, dus ik moet het toch even benoemen. Maar ik hoor meneer Oosterwijk eigenlijk één op één zeggen wat ik ook zeg. En dat komt niet zo heel vaak voor tussen SGP en liberalen. Maar we willen volgens mij hetzelfde erin. Dat is alleen maar goed nieuws, hè? Overigens, die samenwerking die kan echt beter. In mijn tijd als wethouder, even niet om flauw te doen, maar in de tijd dat ik wethouder was, was toevallig ook de tijd dat het Hoogheemraadschap een nieuwe inlaat in de IJsseldijk gezet heeft om de waterkwaliteit in Krimpen te verbeteren. 1/3 van het water was hier zo brak als ik weet niet wat. Hartstikke dood. Heel veel botulisme. Een jaar of 2-3 geleden is die dijk door, of dijk inlaat gemaakt. Dat is eigenlijk gewoon een gat in de dijk boren. Best wel grappig. Ter hoogte van de kinderboerderij Klein Boveneind. Ja. Bij de kinderboerderij Klein Boveneind. Daar gaat het mij eventjes om. Die is van de gemeente. En ik was ook wethouder van de kinderboerderij. En ik heb toen hemel en aarde proberen te bewegen om van die inlaat ook meteen een waterparadijs te maken voor kinderen, om ook een mooie impuls te geven aan de kinderboerderij. En dat is geen kritiek op wie of wat dan ook, maar wel een voorbeeld. Het is niet gebeurd, omdat die planningen niet gelijk liepen, omdat het ingewikkeld was. Het was niet eens een kwestie van geld, kwam gewoon qua planningen niet uit. En dat is natuurlijk doodzonde. Want anders hadden we van die gelegenheid, dat had een heel mooi stukje een mooi stukje co-productie kunnen zijn. En daar zijn ongetwijfeld nog heel veel andere voorbeelden van te vinden. Misschien nog wel even een heel praktisch voorbeeld hoe het goedkoper kan. Ik weet niet of de heer Abiansen daar ook nog even een voorbeeld van kan geven, maar of op aansluiting bij kan vinden. Is bijvoorbeeld het overdragen van het wegbeheer in de Krimpende Waard naar de gemeenten toe. En als je dat voor elkaar zou weten te krijgen, dan hebben we volgens mij gelijk al 21% meer budget te pakken. Omdat we wat betreft als gemeente met btw-aftrek en compensatie te maken hebben, met het waterschap niet. En het is gewoon echt, wat mij betreft, tranentrekkend dat eigenlijk al jaren niet voor elkaar te boksen is. Omdat twee gemeenten het eigenlijk niet met elkaar eens kunnen worden over de financiële verdeling daarvan. En nu is het zo dat Krimpen aan de IJssel eigenlijk heel veel bijdraagt aan het wegenbeheer en onderhoud. Hè, vanwege de heffing in de Krimpende Waard. En andersom natuurlijk ook geldt dat er relatief weinig betaald wordt vanuit de gemeente Krimpende Waard voor het totaalplaatje. Nou, dat moet je volgens mij ook een beetje los durven laten. En durven zeggen, nou, vind een verdeelsleutel maar tussen die gemeenten. Maar laat dat nou een taak zijn die je overbrengt naar die gemeente. Want het is gewoon veel goedkoper en dan kun je gewoon 20% meer doen voor hetzelfde geld. Ja, dat vinden ze. Ja. Arjan? Ik ben helemaal eens, hè, met dit verhaal. Want Krimpen aan de IJssel pleit daar al jaren voor. Het is geen discussie waar het waterschap dwars in zit. Nee, want het niet. Waterschap vindt het prima als de gemeenten het doen. Alleen
constateert dat die gemeenten het niet eens kunnen worden. Precies om wat meneer Oosterwijk zegt. Krimpen betaalt verhoudingsgewijs de hoofdprijs voor een, ik geloof 1,6 kilometer wegen. Ik weet niet helemaal precies, maar iets in die orde van grootte is het. Terwijl 10 kilometer wegen van binnen de gemeente Krimpen naar Waard valt. En die betalen nou nauwelijks meer dan wat de gemeente Krimpen betaalt. Nogmaals, voor het waterschap maakt dat niks uit. Maar breng je het over. En dat geeft meteen aan waarom Krimpen en Waard dat niet wil. Want het zou voor. Het wordt in zijn totaliteit, denk ik, niet goedkoper. Daar moet je wel eerlijk in zijn. Maar wel voor Krimpen aan de IJssel. Nee, het wordt in zijn totaliteit wel goedkoper. Maar wordt het dan nog. Daar zit een BTW-component aan. Dat is 20%. Dat is 21% zelfs. Maar dat is een beetje ingewikkeld. Waterschappen kunnen niet goed hun BTW verrekenen. Waar gemeenten dat wel kunnen. Wij hebben geen BTW-fonds, zullen we zeggen. Het is razend interessant. En het is eigenlijk. Dat is nou zo'n voorbeeld waarvan ik zeg van. Weet nou als overheidslager gewoon het beste te zoeken voor je inwoners en voor je ondernemers. Kijk, ik ben portefeuillehouder voor wegenbeheer. En wij hebben al jaren, doen wij pleidooi dat wij de wegen willen overdragen aan de gemeente Krimpen aan de IJssel en de gemeente Krimpen aan de Waard. De gemeente Krimpen aan de IJssel wil dat wel. En dat is ook een legitieme reden, want ze gaan geld op besparen. Ik bedoel, laten we ook eerlijk zijn daarin. En de gemeente Krimpen aan de Waard wil dat niet, want dat kost hun geld. En ze vinden de risico's van de wegen in het kader van teerasfalt en dat soort zaken gewoon te groot. Wij hebben 2 jaar geleden echt besloten in onze VV om te zeggen van wij willen nog steeds die wegen overdragen, maar we gaan niet elk jaar overleuren naar die gemeentes toe, want er is trek aan een dood paard, heb geen zin. Bovendien, je maakt heel veel onrust aan je eigen personeel. Wij willen ook een goed beleid en aan het personeel hebben. Dat is niet elk jaar denken van wij gaan ontslagen worden bij het waterschap en we moeten in dienst bij de gemeente of iets in die geest. Dus we hebben gezegd van als ze bij de gemeente komen en ze komen gezamenlijk en ze nemen er wegen over, dan dragen we het gewoon over. Anders doen we het niet. Anderzijds moet ik ook zeggen, in het kader van de dijksterking ben ik eigenlijk weer heel blij dat ik ook wegenbeheerder ben. Je hebt dan ook weer wat meer vrijheid om de zaken uit te voeren, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is de andere kant dat ook speelt. Dat snap ik, maar ik denk wel dat het goed zou zijn. Kijk, als je deze situatie zo laat bestaan, dan zegt het Hoogheemraadschap van ja, het maakt ons eigenlijk niet zo geweldig veel uit. Wij willen de beste meewerken. Vecht het even uit met z'n tweeën. Daar gaan Krimpen en Waard en Krimpen en IJssel het nooit over eens worden op deze manier. Dat vereist dus wel ergens iemand met doorzettingsmacht en het initiatief pakken en zeggen van nou moeten we deze knoop maar eens een keer doorhakken. We gaan het wel doen of we gaan het niet doen, maar we laten het niet eindeloos zo voortbestaan. En nou blijft die discussie maar een beetje hangen. Mijn pleidooi zou zijn, laat waterschap daar gewoon een helder standpunt over innemen van wij geven er de voorkeur aan en doen. En dan gebeurt er tenminste een keer wat. Cor. Nee, dat is ook inderdaad te makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. We hebben ook de wetherverdeling wegen gehad. Daarin zijn afspraken gemaakt. Maar er zit geen doorzettingsmacht in, zullen we zeggen. En we hebben gewoon daarmee te maken. Ja, dan zal de wet veranderd moeten worden. Dat zie ik niet gebeuren. En we moeten daar realistisch in zijn. Wij willen heel graag die wegen overdragen. Zo staat ook zelf in ons verkiezingsprogramma, VVD, moet ik heel eerlijk zeggen. Heel simpel. Maar het leuren ermee, dat willen we niet meer. We willen gewoon. Het geeft ook heel veel beperkingen in je onderhoud. Want als je elk jaar denkt van ik ga hem overdragen, dan ga je meer een onderhoud gewoon minder doen, zullen we zeggen. Je moet een keer een besluit nemen en dan kom ik weer een beetje op de integraliteit van werken. Dan gaan we ons verschuilen achter het feit van ja, we hebben die doorzettingsmacht niet als Hoogheemraadschap. Laten we nou als overheden bij elkaar gaan zitten van hoe kunnen we dit ordentelijk regelen voor de inwoners. Kijk, voor mij misschien, mijn opmerking was er vooral in gelegen niet om gebieden tegen elkaar op te zetten of te zeggen van nou die laag heeft meer gelijk dan de ander. Het was voor mij een voorbeeld van als je nou dingen kunt benoemen waardoor zeg maar, de kostenkant ook beheersbaarder wordt. Dan hoef je aan de opbrengstenkant ook geen gekke dingen te doen. En met allerlei verhogingen te komen als dat bij wijze van spreken nodig is. Ik ben gewoon van wees doelmatig, wees functioneel. En daar waar het zeg maar, op die manier uit kan, doe dat dan ook. En je hebt eigenlijk al, vind ik ook echt een hele belangrijke taak als overheid om op die manier heel netjes met je huishoudboekje om te gaan. Dat is steeds moeilijker voor mensen thuis. Maar laten we daar nou als overheid niet de verkeerde schepje bovenop doen. Cor, even toch een vraag voor iemand uit de gemeente Krimpen en Waard. Betaalt Krimpen en IJssel dan te veel of de gemeente Krimpen en Waard te weinig?
De gemeente Krimpen en IJssel betaalt relatief wat meer als bijdrage voor het wegenbeheer dan de gemeente Krimpen en Waard. Er liggen wel heel veel meer wegen in de Krimpen en Waard. Dus op zichzelf, je praat over ongeveer 1,5 miljoen in de situatie. Echt wel echt geld hoor. We zijn het niet oneens. Maar nee. Alleen denk ik dat onze vertegenwoordiger water natuurlijk een beetje een denk van met kopjes koffie drinken komen er wel. Ja, dat is gewoon niet zo meer. Nou, dat is realistisch. Nee, dat is echt flauw. Want ik heb het helemaal niet over kopjes koffie drinken. Ik heb het over samenwerking tussen bestuurslagen. Ja, maar we werken al heel lang samen op dit dossier. Het komt niet tot stand. Nee, we werken niet samen. We werken samen tussen partijen die er met deze drie partijen gaan er zo niet uitkomen als er niet iets verandert. En of van boven verandert er iets via wetgeving, dat kan, zou niet mijn voorkeur hebben. Of partijen gaan er anders in zitten en zullen zich dan anders moeten gaan gedragen. Nou, ik ben bang dat dat niet zomaar gaat gebeuren. Ik geloof dus juist niet in die kopjes koffie drinken, want even met permissie, wat jullie voorstellen, dat is kopjes koffie drinken totdat we het eens zijn. En we worden het al een hele tijd niet eens. Dus volgens mij. Ik ben de enige die pleit voor niet kopjes koffie drinken, maar voor een oplossing. We zijn het niet ten principale oneens over het probleem. We zijn het wel oneens over hoe je nou tot een oplossing komt. En dat gaat niet met de huidige afspraken. Duidelijk. Dus eigenlijk willen we wel hetzelfde. Maar hoe we daar gekomen, welke weg we daarvoor moeten bewandelen of bevaren. En dat is de kortste samenvatting waarom waterschapsverkiezingen ertoe doen. Want we willen allemaal hetzelfde. We willen schoon water. We willen droge voeten. We willen het beste voor alles en iedereen. En dat willen we overal altijd in de politiek. Maar de manier waarop, dat is de reden waarom we politieke partijen hebben. En waarom mensen moeten gaan stemmen. Volgende week verkiezingen voor het waterschap. Nogmaals, heel kort, een paar seconden. Waarom op de VVD? Veiligheid, veiligheid, veiligheid. 3 maal. En tegen betaalbare lasten? Tegen betaalbare lasten. Dankjewel. Oké. Marco Oosterwijk, SGP. Waterveiligheid. Unie. Droge voeten dus. Klimaat doet ertoe. En we hebben er echt maatregelen in te nemen die het ook leuk en aardig houden als het gaat om wonen. En tegelijkertijd de toekomst van de boeren moeten we met elkaar ook in de Krimpen en Waard garanderen. En met of zonder blauw-wit-rode vlaggen? Blauw-wit-rode vlaggen. Ja, nee. Volgende vraag. Oké. Dus stikstofcrisis dan? We hebben met elkaar geen vlaggen nodig om uiteindelijk goede beslissingen te nemen. Het gaat er mij meer om dat we gewoon recht doen aan de positie van boeren die al eeuwenlang in deze polder hele belangrijke dingen doen. En de SGP ChristenUnie is ervan overtuigd dat als je daar ook oog voor hebt en ook goede maatregelen op treft, dat dat ook de komende eeuwen kan. Maar dat moet je met elkaar ook willen. En hoe dan? Maatregelen nemen. Nou, heb je even? Nee. Het gaat er ook om dat je gewoon wat dat betreft durft om maatregelen te nemen die het voor die boer ook mogelijk blijven maken. Aan de hand van techniek, innovatie, aan de kant van een fatsoenlijk pijlbeheer die boer ook het mogelijk laat blijven maken om boer te blijven zijn. En ten derde ook gewoon een goed verdienmodel voor die boeren, zodat er misschien minder intensief geboerd hoeft te worden. De laatste minuut voor water natuurlijk. Ja, dit mantra, even toch voordat ik dan ga vertellen hoe het wel moet, maar dit mantra van tijd nemen en investeren in techniek, dit mantra dat op die trommel slaat het CDA al tientallen jaren. Dat heeft er alleen toe geleid dat de agrarische industrie helemaal kapot gegroeid is tot de proporties waar het in zit, waardoor de sector in zijn totaliteit ziek geworden is. Ik onderschrijf absoluut dat we behoefte hebben aan een goede en sterke agrarische sector, maar dat is niet de sector die we nu hebben. En daarvoor moet je maatregelen nemen. Het laatste wat wij moeten doen is blijven discussiëren of dat nodig is. Het is heel hard nodig. Het is heel hard nodig voor de boeren. Het is heel hard nodig voor de natuur. En dat is de reden waarom wij over dat natuur blijven drammen totdat de rest ook inziet dat het belangrijk is en dan hoeven wij er niet meer over te drammen. Dat hebben we bij klimaat gezien. Dat zien we nu bij natuur ook. Het probleem van de stikstof is ook vooral een probleem van de natuur. We moeten de agrarische sector gezond maken door dat kansen te bieden, mensen te helpen. Dus niemand heeft het over het afsterven van de helft van de boeren. De mensen die willen stoppen, helpen met stoppen. De boeren die transitie willen maken, helpen. En dan gaan we er met z'n allen op vooruit. Okay. Dit lijkt wel een klein beetje te veel op Den Haag FM in plaats van lokale omroep Krimpen. Ik denk dat we met elkaar echt wel het erover eens zijn dat je boeren ook wat dat betreft echt perspectief moet geven. En die boeren die willen stoppen,
op hun manier ook op een goede manier moet begeleiden. Niks ervan om dat zeg maar te doen. Maar dwang en drang en dram, terwijl het land in brand staat en de polder zeg maar bij wijze van spreken onder water loopt op dat vlak, daar zijn we echt niet van. En degene die zegt van ja, dat we een zieke boerensector in de Krimpende Waard hebben, die heeft het wat mij betreft niet goed begrepen. Fijn.